Vlog 95. Vlog 96! 95! Het truitje van FC De Kampioen, getekend door Xavier en Paul. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie. En zoals jullie weten, vorige week heb ik samen met mijn team de allereerste editie van de Kampioenen Fan Quiz gewonnen. Nu, vanavond is er opnieuw een quiz en daar ga ik ook aan deelnemen met ongeveer dezelfde mensen. En om mij daarop voor te bereiden, ben ik met mijn mama de slimste mens aan het spelen. Oké, dat heeft niks met de kampioenen te maken, maar dat is gewoon om mijn geheugen een beetje te trainen. Dus hop, 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 de knokkers aan de top! Haha, knokkers, dat is ons teamnaam. Wat weet je over verliefd zijn? Verliefd... vlinders in de buik. Ja. Euforisch, geluk. Er komt een stof vrij in de hersenen. Maar welk stof? Het geluksheidssyndroomstof. Verliefd. Samen kindjes kopen. Vrije. Seks. Passie. Kussen. Stop. Waarom die? Kom op. Blazen. Waarom blazen? Blazen bij verliefd. Ah, blozen. Niet kunnen eten. Hart slecht omhoog. Niet kunnen eten. Ik zou beter om mee verliefd worden. Hè? Ja, dat was ik vergeten. Vanavond is het eigenlijk extra spannend, want de hoofdprijs van vanavond is een gesigneerd voetbaltruitje. Gesigneerd door Paul en Xavier van De Kampioenen. Dus ja, de druk ligt hoog, want dat wil iedereen hebben. Dus ja, natuurlijk hoop ik op de overwinning terug vanavond. Maar ja, het gaat toch spannend worden. We zijn goed bezig, maar er zijn een paar stomme fouten die ons misschien eerst plaats kunnen kosten, maar we zijn goed bezig. Oké, ze gaan een voorlopige tussenstand geven. We staan op 1. Yes, we staan eerst, we staan 5 punten voor op de tweede, kom aan. Voorsprong houden. A few moments later. Oké, de quiz is gedaan, ze zijn nu nog de laatste antwoorden aan het overlopen. Maar we weten dat we gewonnen zijn, dus nu nog officieel wachten, maar dus die gesigneerde truitjes zijn binnen. FC De Knokkers. Abonneer voor meer. Oké, FC De Knokkers heeft weer gewonnen voor een tweede keer. Ik denk met 95% deze keer. Maar we hebben dus een week. Nog een beker, die gaat weer naar mijn teammaat. Dat is niks, die weten ook veel meer dan mij. Hè. Maar wat ik wel mag houden is de hoofdprijs. En dat was het truitje van FC De Kampioenen, getekend door Xavier en Paul. Mijn gedacht! Wauw. Oké, voorlopig is dit de laatste quiz. Volgend jaar zijn er misschien nog quizjes, maar voor dit jaar is het genoeg. Dus voilà, weer een topavond die weer fantastisch geëindigd is. Hè. De supersympathieke en onklopbare knokkers. Oké, het is filmavond op het internaat en de leerlingen krijgen zelfgemaakte popcorn. Wauw, zalig. Oké, dus dit is Jerica, mijn collega stagiair, juf Jerica. En we zijn samen popcorn aan het maken. En zo ziet dat er dus uit. Ja, maar ja. Ja, goed, hè. Ik schrik altijd van dat geluid. Oh. Hey, die is wel vlot gegaan eigenlijk nog, hè? Voor de keer wel. Oh, wacht, dat is echt fucking warm. Deze toch niet? Ja, nee, maar hier wel om tekstel erop te doen. Ja, oh, wacht, deze moet nog in een bakje voor hiernaast. Wacht, dat tekstel hangt er niet heftig op. Hey, maar wacht, er moet nog zout op. Maar dat tekstel, waar is dat tekstel? Jerica! Wacht, welke is hier zout en welke is hier suiker? Ja, kom, dat zie je toch direct. Ja, zeg. Zie jij dat niet? Nee, ik zie dat niet. Ik ben tante Sidani. Ik zie dat niet, pas als Sidon. Maar. Maar is toch niet slecht? Niveau is gezakt. Zeg, maak die popcorn in plaats van dat te tellen. Nee, top. Juf Jerica is geweldig. Vindt ze tof? Dus als je dat ziet, laat een reactie achter. Heb jij een YouTube-kanaal? Ik? Nee. Ah, oké. Laat het dan niet achter. Allee, ik weet dat niet.
Ja, ik had juist een boodschap voor u. Hij heeft met zalpotteken. Maar ik weet niet eigenlijk of ik dat heb of niet. Wacht, wacht. Dus jij bent niet geabonneerd op mijn kanaal? Jawel. Ja, maar... dan heb ik dat. Ah ja. Dus je moet naar de vlog kijken, dan weet je wat je moet doen. Ik heb je een opdracht gegeven. Oei. Ja, het is hier schoon op de grond. Oké, we zijn hier bij Jasna thuis. Ze hebben een restaurant, vandaar dat we hier zo zitten. En ze hebben hier iets nieuw gekocht. Dat is zo'n gigantische muziekbox met micro. We gingen eigenlijk naar de kerstmarkt gaan, maar... ja, een gigantische muziekbox en een micro. Dat vraagt om een karaokefeestje. Oké, dames en heren, speciaal voor jullie hier vanavond in de Adria-gedeelde Julien en Janino met... All of me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's under water, but I'm breathing. Woo, public! Woo! I'm crazy and I'm out of my mind. Yes, it's all of me. I love you too. All of you. Baby, all I want for Christmas. Oké, de dag is aangebroken. Het is tijd voor mijn allerlaatste stagedag op het internaat van Keerbergen. Dat heb ik eigenlijk nooit gezegd in mijn vlogs. Het internaat waar ik mijn stage doe, is het internaat van Keerbergen. En ik heb voor alle kinderen een snoepje mee, gewoon om hen ja, te bedanken voor die 6 weken. En ja, omdat mijn laatste dag is. Hè. Dus voilà, we gaan er nog voor een laatste keer een lap op geven. Allee, niet letterlijk natuurlijk. Hè. Je snapt me wel. Oké, er zijn een paar kindjes die mij heel hard gaan missen. Ik en Sita. Ja, ja. En wie is de tofste juf? Juf Julie. Hey. Bon, normaal als opvoeder ben je de baas van de interne, maar zij spelen baas over mij. Sita zegt de hele tijd, juf Julie, jij gaat filmen hoe je mij in bed steekt. Ja, dat is waar, want ik ben hier de koningin. Ja, en ik kom in bed. Slaap wel. Dat is niet lief. En ik kom. Ups. Ik wil een knuffel. Jij moet erbij. Hoor. Ja, ik moet erbij. Ja. Het is goed, mama. Ik ga naar haar vlog kijken. Het is jullie ook bekijken. Zij is de baas, dus we moeten het doen. Wauw, ik kreeg cadeautjes en tekeningen van iedereen. Knuffels. Het is een emotioneel afscheid aan mij. Ik ga die pathetjes missen, ze. We kijken, zijn op mijn vijfde. Oh, de vakantie te vieren. Gisteren was mijn allerlaatste stagedag. Ik ben de start van de vakantie al gaan vieren. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn stage niet ga missen. Want ik ga het echt... Wauw, ik ben aan het trillen. Ik ga het echt heel hard missen. Het was echt een geweldige stage. Ik ben echt zo blij en dankbaar dat ik daar stage heb mogen doen. Ik heb de kindjes een snoep gegeven. Ze waren allemaal heel blij. Maar ik heb ook van alles gekregen. En wauw, dat had ik echt niet verwacht. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen, want er staat hier wel een stapelke. In naam van de jongens heb ik deze koekendoos gekregen met koekjes in. En van de meisjes een lat chocolaat. Waarom krijg ik alleen maar eten? Ja, die kennen mij ondertussen al. Wauw, echt super. En die doos ga ik later gebruiken om, ja, ik weet niet, van alles. Bijvoorbeeld de tekeningen niet te steken, want ik heb zoveel dingen gekregen. Maar eerst gaan we beginnen met iets van Kiandro. Kiandro heeft mij een doosje gegeven. Nu gaat het denken, een doosje, wat is dat nu? Oh, mijn tv. Sorry, je had denk ik een doosje, was daar nu speciaal aan, maar hij heeft dat helemaal zelf geplooid vanuit gewoon een stuk papier. En daar zo een doosje van gemaakt. Kiandro, gezet een pro. En ik ga je doosje houden, hè, man. Hopla. Van de meisjes heb ik ook nog een paar snoepjes gekregen. Ja, ik heb daar een reputatie achter gelaten. En dan heb ik ook dit gekregen. Oh, dat vond ik echt schoon. Dankjewel, Jolie. Jolie heeft mij dat gegeven. Dat vond ik echt heel fijn.
Dat is kei lief. Dank u wel. Het is nog niet gedaan. Een kaartje met alle namen van de jongens en van mijn stage mentor, juf Diane. Dikke merci hiervoor. Ga ik ook zeker mooi bewaren. Ik ga alles bewaren. Ik ga alles in mijn kamer zetten. En dan beginnen we nu aan de tekeningen. Hoppa! Ja, als je het niet kunt lezen, staat love. Maar dat gaat zo... Ja, zo mooi speciaal open, zo geplooid. Dankjewel Angelina en Lia, dat is echt heel mooi gedaan. En hier, vond ik ook schoon. Juf Julie, ik ga je heel hard missen. Maar je was een super toffe juf voor ons allemaal. Ik vind je super leuk. Je bent de ster voor mij, nummer 1. Dat is wel Soleen. Oh, dankjewel Soleentje. Oh, dat is echt plezant. Oh. Mannetjes, ik heb gisteravond zitten wenen. En die kinderen hebben ook allemaal zitten meewenen. Dat was ongelooflijk. Dat was echt... Echt raar, ik had niet verwacht dat ik zou wenen. Maar ja, zie, je krijgt zo die tekening op dat moment. En je verwacht je daar niet aan. En die cadeautjes. En je had zoiets van... En dan beginnen te wenen. Beginnen die kinderen te wenen. Begin jij nog harder te wenen. Het was... Oh. Je had moeten zien. Het was echt... Het was een soep op een bepaald moment. Amai. Iedereen daar aan blijten in die gang. Geweldig. Maar wacht, ik ben hier maar aan het tetteren. Maar er zijn nog tekeningen, hè. Hey, juf Julie is populair, hè. Wat hebben we hier nog? Beste juf Julie, je bent een superleuke, lieve, mooie, hé, hey, juf. Onthoud dat je een superleuke juf bent, ik ga je missen. Love you, Maïssa. Oh, dank je, Maïssa. Het is echt een hele mooie tekening. Oh, ik voel me een beetje bij Ketnet. Weet je nog vroeger bij Ketnet, als ze zo alle tekeningen toonden van ja, en dan... Oh ja, zo voel ik me een beetje. Ik voel me een Ketnet rapper. Ketnet, als je geïnteresseerd bent, je mocht altijd bellen. Juf Julie is beschikbaar, hè. Juf Julie. Dag, juf Julie. Je bent de allerliefste juf van de hele wereld. Je bent mijn lievelingsjuf en je helpt mij altijd. Je bent leuk. Magali. Oh, dankjewel, Magali. Wauw, de volgende tekening is echt kleurrijk. Juf Julie, we gaan je missen. We maken er een groot feest van. Hip hip hoera. Oh, wacht. Dus jullie gaan een groot feest maken omdat ik wegga. Ja, ja. Je verdient normaal meer dan dit, maar ik heb toch mijn best gedaan. Ah ja, het is een hele mooie tekening. Zeker met die vlakjes, dat vind ik echt super gedaan. En zo met die kleurtjes. Ah, ik vind het mooi. Oh, echt prachtig. We zijn er bijna, dames en jongens en meisjes. Ja, juf Julie is populair, je ziet het, hè. Beste juf ooit, ik keek in haar ogen zoals als de zon en ik wist... Wacht, hè. En ik wist al, zij is de beste juf. En wat ik dacht, was ook waar. En de weken waren... Top. Oh, er staat geen naam bij, maar ik denk dat het van Zita is. Omdat dat gedichtje mij wel iets zegt. Zita, als dat van u is, laat mij iets weten. Dan kan ik er uw naam op zetten, dan weet ik dat het van u is. Hè. Beste juf Julie, je blijft in mijn hart. Ik vergeet je nooit. Ook al had ik soms woede aanvallen, sorry. Zonder jou zou ik niet kunnen leven. Van Shaima. Oh, dankjewel Shaima. En ja, die woede aanvallen, ja, dan nemen we er maar bij. Met plezier als het moet. Oh, en hier staan alle namen op mijn berichtje. Oh. Zalig. Oh, echt, dankjewel allemaal. Het heeft me allemaal zoveel plezier gedaan. Ik ga ze allemaal bewaren in mijn kamer. Ah, wel, misschien hier in de doos van de jongens. Waarom niet? Als ik die allemaal plooi, moet die dat wel mooi inpassen. En dan wordt dat het internaatsdoosje van het internaat Keerbergen. Mannetjes, ik wil jullie allemaal bedanken voor die prachtige 6 weken. Dikke shout-out naar alle internen van het internaat van Keerbergen. Zowel basisschool, middenschool als dat te nemen. Ik ben met iedereen in contact geweest, natuurlijk mee met de basisschool. Maar jullie zijn allemaal één voor één toppers. Ik vond het geweldig om stage bij jullie te doen. Ook dikke shout-out naar alle opvoeders en stagiaires die daar waren. Ook jullie hebben mijn 6 weken super gemaakt. En ja... Dikke merci allemaal voor alles. Geniet allemaal van jullie vakantie. Ook iedereen die naar de video kijkt. Dikke shout-out naar jullie gewoon. Heel de wereld. Dikke shout-out. Het is de periode van Kerstmis. Vrede op aarde en vrede in de vlogs. Allee ja, in alle vlogs altijd vrede. Maar gewoon peace and love. Geniet allemaal van die welverdiende kerstvakantie. Volgende week weet ik eindelijk wat er in mijn pakje zit. Ah, ik ben echt benieuwd wat ik allemaal ga krijgen. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Want dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer. 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 En ja, de waarheid komt uit de kindermond. Dus abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye.